Partijgenoten, ga er maar eens goed voor zitten. Maar niet als jullie verwachten dat ik hier vanmiddag eens flink ga uithalen. Anderen de maat gaan nemen. Partijen, collega's, de premier. Hoewel daar zeker na deze week alle reden toe is. En toch ga ik dat vandaag niet doen. Wat ik wel ga doen, is deze campagne inmiddels een beetje uit de mode geraakt. Ik wil jullie meenemen in wat ik met jullie voor Nederland wil betekenen. Misschien een beetje ouderwets, maar denken jullie ook niet dat mensen uiteindelijk vooral geïnteresseerd zijn in onze plannen? Hoe partijen Nederland verder willen brengen? Want zouden mensen niet moe worden om weer een partij te horen zeggen wat ze niet willen en vooral met wie niet willen? Met in hun achterhoofd de teleurstelling van de vorige verkiezingen. Waar een opgeklopte tweestrijd soepeltjes overging in een innige coalitie. Hoe vaak zijn mensen niet voor de gek gehouden, bedonderd met beloftes en breekpunten. Wees integer en onkreukbaar en dien het publiek belang. Dat zei onze Jan Terlouw recht in de camera en heel Nederland viel hem bij. En het leek even of de wereld niet doordraaide. Congres, waar gaan deze verkiezingen over? Wat staat er op het spel? We zeggen het altijd zo mooi, verkiezingen gaan over de toekomst van het land. Maar concreet betekent dat deze keer. Welk signaal geven we aan de wereld? Wie sturen wij dadelijk naar Trump en Poetin? Wie onderhandelt er straks met mevrouw May over de Brexit? Wie zorgt ervoor dat we elkaar weer een beetje de ruimte geven? Wie gidst ons land uit het chagrijn? Dat staat op het spel. En wat is ons doel bij deze verkiezingen? Alle progressieve kiezers naar de stembus krijgen. Onmisbaar worden voor een kabinet. En dus zo groot mogelijk worden. En mijn persoonlijke drijfveer is het bestrijden van onrecht en onzin. En daarom sta ik hier opnieuw als jullie lijsttrekker. Mensen zijn onzeker en vragen zich af, is de politiek er eigenlijk wel voor mij? Zien ze mij wel staan? Herken ik mij in wat die politici doen? Ik heb gemerkt dat er pas waardering komt voor de politiek als er wordt samengewerkt en er resultaten komen. Dat begon in 2012 bij het lenteakkoord. Het kabinet spetterde uiteen, midden in de crisis. En toch vonden 5 partijen elkaar. En we hebben nog nooit zoveel gladiolen gekregen voor zulke stevige maatregelen. De inhoud van dat akkoord was bepaald geen feest voor mensen. Maar er werd wat gedaan. En mensen zagen, hé, die politiek, ze kunnen het wel. En zo ging het ook met het herfstakkoord. Wederom een wonderlijke combinatie. D66 en 2 christelijke partijen. Maar ook hier steun voor de resultaten. En daardoor is er al 4 jaar op rij ruim 600 miljoen euro naar het onderwijs gegaan. 2,5 miljard extra. Dat is een duizelingwekkend bedrag. En ik weet nog goed dat Wouter en ik op een van die nachten
het ministerie van Financiën uitliepen. En we hadden urenlang onze poot stijf gehouden voor de laatste 50 miljoen. En al wandelend daar, vanuit dat ministerie, rekende Wouter me voor. 50 miljoen, dat zijn 1500 conciërges en dus vaste banen en een veilig gevoel op scholen voor onze kinderen. Congres, dat zijn nou de momenten waar je het voor doet. En waarbij mensen ook het gevoel hebben, hè, ze snappen ons. Ze doen iets voor ons. Iedere partij stond de afgelopen jaren steeds opnieuw voor de keuze langs de zijlijn te blijven staan of meedoen op het speelveld. De fractie en ik hebben gekozen voor dat laatste. Wel bewust en wel overwogen. Was dat de gemakkelijkste weg? Nee. Was het de populairste weg? Verre van. Het is altijd makkelijker mensen te volgen dan ze voor te gaan. Maar bij dat laatste voel ik me toch echt het meeste thuis. En het was niet per se beter voor mij, voor de partij, dat meebesluiten in crisistijd. Maar het bleek wel het beste voor Nederland. Congres, in die sfeer wil ik door. Wij blijven verantwoordelijkheid nemen. Nu er het op aankomt, willen wij regeren. En wat kunnen mensen dan van ons verwachten? Wat is onze afspraak met de kiezer? Wat wil ik kunnen afspreken met mensen die ik tegenkom? Die worstelen met de vraag wat we voor hen kunnen betekenen. Wat krijgen die mensen terug voor hun stem? Dat wil ik hier vandaag nou eens precies uit de doeken doen. Als mensen ons hun stem geven, krijgen wij het volgende voor elkaar. Wij gaan de kiezer zeggen dat iedereen die werkt erop vooruit gaat. De lasten voor mensen waren in 20 jaar nog niet zo hoog. Wij gaan die lasten verlagen voor die gewone Nederlanders met een middeninkomen die de afgelopen jaren de klappen van de crisis moesten opvangen. Zo'n 100 euro minder inkomstenbelasting per maand en dat levert ook veel nieuwe banen op. Wij gaan de kiezer vertellen dat we de zorg een extra steun in de rug gaan geven. Een steun in de rug voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen wonen, zelf boodschappen doen, je eigen spullen vertrouwd om je heen. En dat is voor mensen heel veel waard. Maar ook een steun in de rug voor de verpleegkundigen. Zij hebben meer en beter opgeleide collega's nodig voor het zware en goede werk dat ze doen. En daarom willen wij duizenden extra verpleegkundigen. De kiezer kan erop rekenen dat wij nieuwkomers in dit land vanaf dag 1 onze taal leren. Want wie geen Nederlands spreekt, krijgt geen werk. Snapt er niets van op de ouderavond van de kinderen. Heeft geen contact met de buren. Leert onze vrijheden niet waarderen. Raakt geïsoleerd. Die voortdurende integratieramp, veroorzaakt door politiek wegkijken, dat gaan wij stoppen. En alle mensen, vriend en vijand van Brussel, zullen wij vertellen dat Europa niet alleen een ideaal is, maar een absolute noodzaak. Een nationaal belang. President Trump is een kans voor Europa. Schuivende panelen in Washington, in Moskou, Peking, Ankara dwingen ons continent de krachten te bundelen.
dan blijft Europa een wereldspeler van formaat. Ik kies voor een rol die Nederland ligt en die ons past. Als overtuigd, maar kritisch lid van de Europese Unie. En daarom werk ik op geen enkele manier mee aan een nexit. Ook die duidelijkheid geef ik voor de verkiezingen. Wij gaan de kiezer ook vertellen dat we kunnen hopen op een beter klimaat. Maar dat het veel beter is om nu in actie te komen. Klimaatverandering kan leiden tot overstromingen, mislukte oogsten, oorlog en daardoor vluchtelingen. Alle reden voor een breuk met wat we nu doen. Of beter gezegd, niet doen. Waar Trump oliepijpleidingen aanlegt als bypasses voor zijn oude economie, klopt ons hart sneller door wind, water en zon in een nieuwe economie. Wie het milieu vervuilt, gaat bij ons meer betalen. En wij sluiten de kolencentrales wel. En de kiezer zal niet verbaasd zijn dat wij het onderwijs het best bedelen. De ondernemers van de toekomst, de verpleegkundigen, de toekomstige leraren, de wetenschappers van morgen, ze zitten vandaag op school, maar in een te volle klas. Aandacht en niveau staan onder druk. Wij maken de klassen kleiner. Maximaal 24 kinderen, beter voor de leerling en de docent. En deze ambitie, dit is wat ik namens jullie heel concreet met de kiezer wil afspreken. Van minder lasten naar meer vaste banen, van kleinere klassen tot meer verpleegkundigen. Van een nieuwe economie en een sterk Europa tot een samenleving waar iedereen meedoet en elkaar verstaat. Dat is mijn inzet voor een nieuw regeerakkoord en daar teken ik voor. En in ruil daarvoor vraag ik van de kiezer 15 maart uw stem. Hand erop en samen krijgen we het voor elkaar. Congres. Deze afspraak is helder. Wij laten zien wat we mensen, wat ze aan ons hebben. Maar het gaat er ook om hoe wij als D66 in de politiek staan. Het gaat ook om onze mentaliteit. Ik had het over mijn persoonlijke drijfveer. Het bestrijden van onrecht en onzin. Sinds we elkaar eind oktober voor het laatst zagen, is er weer heel veel gebeurd. De Verenigde Staten zijn een verscheurd land met een potentaat die regeert per decreet. Muren bouwt, zorg afbreekt en de wereldeconomie de stuipen op het lijf jaagt. De Brexit heeft de Britse samenleving inmiddels diep verdeeld en hun economie geïsoleerd en een slag toegebracht. En elders in Europa rammelen Marine Le Pen en Alternatieve voor Duitsland aan de poort met een boodschap van splijten en discrimineren. Dat laten we ons niet gebeuren. Dat tij kunnen we hier keren. Ik wil de samenleving bij elkaar brengen. Tegenstellingen overbruggen tussen mensen en tussen partijen. Soms vanuit verschillende wereldbeelden, maar altijd met wederzijds respect. Als wij bijvoorbeeld, vrijzinnig als we zijn, iets willen gaan regelen,
voor mensen die meer zeggenschap willen over het einde van het leven, staan we extreem ver bij christelijke partijen vandaan. Die willen dat niet meemaken. En dat snap ik. Wij zullen niemand dogmatisch dwingen. Maar dat verwacht ik dan ook van anderen. Laten we elkaar daar de ruimte geven. Ik wil de samenleving bij elkaar houden. In een tijd van globalisering waarin mensen het gevoel hebben de grip kwijt te raken, wil ik het oog blijven houden voor het individu. Het beklemmende groepsdenken van de verzuiling hebben we ingeruild voor een grote mate van persoonlijke vrijheid. Maar omwille van de samenleving is die vrijheid niet onbegrensd. En binnen die grenzen mag er veel, maar hoeft niet alles. Waarom zouden we in de samenleving accepteren wat we thuis ook niet tolereren? Het blijft zoeken tussen het evenwicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar is het nu al juist niet die zoektocht die een open samenleving zo interessant, zo spannend maakt? Ik wil de samenleving bij elkaar houden, Nederland verenigen en vooruitbrengen. Waarom zou je als politicus een coalitie willen waarvan je op voorhand weet dat de helft van de mensen zich buitengesloten voelt? Ik ben ervan overtuigd. Het laatste waar mensen nu op zitten te wachten is een kabinet dat of de ene of de andere helft van Nederland vertegenwoordigt. Als in Amsterdam een socialistische wethouder prima samenwerkt met een liberaal, waarom zou dat landelijk niet kunnen, bij voorbaat? Toen ik wethouder was in Leiden en burgemeester in Wageningen, werkten we samen in brede coalities vanuit het midden. En dat is nu in heel veel steden zo. Van Groningen, via Utrecht, tot in Maastricht. En kijk hier in Nieuwegein. Een coalitie van VVD, SP, D66, GroenLinks, PvdA. Ik ben erg voor samenwerken, maar je kan ook overdrijven. Laten we ons nou niet blind staren op wat niet kan, maar vooral oog hebben voor wat wel kan. Oog hebben voor wat oud-collega Diederik Samson noemt de gruwelijke schoonheid van het compromis. En ik geef toe, we konden elkaar soms achter het behang plakken. Maar met hem deel ik een rotsvast geloof dat het compromis niet een stap terug is, maar een stap vooruit. Congres. Congres. Het gaat erom spannen. Maar we hebben met elkaar een lange weg afgelegd. 15 maart kunnen we de kroon zetten op 10 jaar ledengroei en 10 jaar verkiezingswinst. Al jaren zijn wij de grootste progressieve partij. In Europa, in de gemeente, in de provincies en in de Eerste Kamer. Maar die brede basis, daarmee hebben we goud in handen. Kunnen we veel mensen aan ons binden en veel voor mensen betekenen. Dit is onze tijd. Dit is het moment. Mijn ouders hanteerden het motto: geen schuwe apen. Zij spoorden ons thuis aan je nek uit te steken. D66'ers, nu het erom spant, vraag ik jullie: wees geen schuwe aap. Want het goede komt niet vanzelf. Dat zagen we in Amerika. Clinton kreeg minder democraten op de been dan Obama.
En dus won Trump. We zagen het in Groot-Brittannië. Als er net zoveel jongeren en werkenden waren gaan stemmen als ouderen, dan was er geen Brexit. Zie hier de paradox van de hedendaagse democratie. Wie thuis blijft, bepaalt. Wie thuis blijft, bepaalt. Maar het kan ook anders. De opkomst van heel veel vrouwen zorgde er in Oostenrijk voor dat niet de extreemrechtse, maar de progressieve kandidaat won. Democraten, wij willen regeren. We hebben de ambitie het hart te zijn van het volgend kabinet. Links sluit een verbond tegen rechts. En die donderwolk op rechts van misschien 76 zetels hangt weer boven ons hoofd. Wij leveren ons niet uit, niet aan links en niet aan rechts. Wij vragen de kiezer, maak ons, maak het midden machtig, het progressieve midden. Na 10 jaar opbouw en constructieve oppositie leg ik de lat hoog. Voor jullie, voor de partij en voor mezelf. Ik ben er klaar voor. Dank jullie wel. Gaan wij op naar 15 maart. Mississippi.